Hier aan de Universiteit van Leiden werd in het begin van de 20e eeuw onderzoek gedaan naar het gedrag van dieren. Een belangrijk onderwerp was de rol die signalen spelen bij de relaties tussen soortgenoten. Nico Tinbergen bestudeerde stekelbaarzen in een aquarium voor het raam van zijn laboratorium. In de natuur trekken stekelbaarzen in het voorjaar vanuit zee landinwaarts om zich daar voor te planten. Ook in een aquarium krijgen de mannetjes in het voorjaar een opvallend rode buik. Elk mannetje verdedigt zijn territorium tegen andere stekelbaarsmannetjes. Op de bodem bouwt hij een nest van plantenresten. Eerst graaft hij met zijn bek een ondiep kuiltje. Dan verwerkt hij stukjes van planten in het nest. Deze plantenresten plakt hij vast met een kleefstof uit zijn achterlijf. Een geslachtsrijp vrouwtje is zilvergrijs en heeft een dikke buik. Als het mannetje een wijfje opmerkt, zwemt hij naar haar toe en weer terug. Keer op keer herhaalt hij dit. Hij voert de zigzagdans uit. Als het vrouwtje niet wegzwemt, probeert hij haar naar zijn nest te lokken. Hij leidt en zij volgt. Nu gaat het mannetje op zijn zij liggen en wijst het vrouwtje de ingang van het nest. Ten slotte is het vrouwtje zover dat ze eieren wil leggen. Ze boort zich in het nest. Tegelijk maakt het mannetje sidderende bewegingen tegen haar staart om haar te prikkelen. Ten slotte kruipt ook het mannetje door het nest om de eieren te bevruchten. Welke signalen een stekelbaars gebruikt tijdens het contact met soortgenoten was een van de vragen van Tinbergen. Het gedrag van de visjes was immers duidelijk op elkaar afgestemd. Wat is bijvoorbeeld de betekenis van de rode buik? Een toevallige waarneming bracht hem op een idee. Elke dag, als de postauto voorbij kwam, raakten zijn stekelbaarsmannetjes in rep en roer. De postauto was rood, net als de buik van de stekelbaarsmannetjes. Zou die rode kleur de agressie opwekken? Een vraag waar experimenten met modellen een antwoord op konden geven. De visjes kregen namaakstekelbaarzen aangeboden. Dit model lijkt niet erg op een stekelbaars. Toch reageert een stekelbaarsman er net zo op als op een echte stekelbaars. Tinbergen maakte allerlei verschillende modellen en keek wat het effect was. Een van de modellen zag er net zo uit als een echte stekelbaars, maar miste de rode onderkant of de dikke buik. Een mannetje reageerde nauwelijks op deze indringer. Deze stekelbaars heeft zijn nest klaar. Tegenover dit model reageert hij alsof het een geslachtsrijp vrouwtje is. Hij maakt zigzagbewegingen en probeert het model naar het nest te leiden. Duidelijk, een dikke buik en een schuine stand is een legrijp vrouwtje.
Deze kenmerken zijn voldoende om een mannetje tot baltsgedrag te bewegen. De vorm is niet zo belangrijk. De rode onderkant zegt concurrent, aanvallen. Zulke signalen die steeds dezelfde reactie oproepen, heten sleutelprikkels. De rode postbus was dus net als een rode buik. Een sleutelprikkel tot de aanval. Sleutelprikkels komen bij allerlei soorten voor. Een mannetjesroodborst valt bijvoorbeeld soortgenoten aan die zijn territorium zijn binnengedrongen. Een indringer gaat er meestal snel vandoor om schade te voorkomen. De territoriumeigenaar blijft een bosje oranje-rode veren aanvallen. De oranje-rode plukveren is een sleutelprikkel voor felle aanvallen. De betekenis van sleutelprikkels werd nog duidelijker toen Tinbergen na de Tweede Wereldoorlog ook het gedrag van meeuwen onderzocht. Zilvermeeuwen broeden in grote kolonies langs de kust. Als een ouder vogel voedsel heeft gehaald, pikken de jongen naar zijn snavel. Na een tijdje braakt de ouder het meegebrachte voedsel uit, zodat de kuikens het op kunnen eten. De kuikens pikken vooral naar de rode vlek op de onderkant van de snavel. Zou die vlek een sleutelprikkel kunnen zijn voor het bedelgedrag? Pas uitgekomen meeuwenkuikens gingen mee naar een veldlaboratorium. Met goed opgezette experimenten moesten de kuikens antwoord geven op de vraag naar de betekenis van de rode snavelvlek bij hun ouders. Het onderzoek gebeurde in de open lucht. Het bleek dat de kuikens bij het bedelen op de rode snavelvlek mikten, maar dat het niet uitmaakte of die vlek op een echte snavel zat of op een nagemaakte snavel. Een gele namaaksnavel zonder rode vlek interesseerde de jongen nauwelijks. Zo gauw het kuiken mocht kiezen, pikte het om voedsel op de snavel met de rode vlek. Allerlei modellen werden uitgeprobeerd en de resultaten werden genoteerd. Zelfs de vreemdste modellen riepen reacties op. De vorm van de snavel deed er niet toe, zolang er maar een rode vlek op zat. Was de rode vlek dan de sleutelprikkel? Nieuwe proeven met andere modellen waren nodig om zekerheid te krijgen. Het bleek dat het contrastverschil tussen de snavelvlek en de rest van de snavel een grote rol speelde. Een grijze snavel met een witte vlek werkte net zo goed als de natuurlijk gekleurde meeuwensnavel. Het was zelfs mogelijk snavelmodellen te maken die nog sterker bedelgedrag opriepen dan een natuurgetrouw model. Het kuiken gaf duidelijk zijn voorkeur aan. Een onnatuurlijke combinatie van eigenschappen bleek een sterkere prikkel op te leveren dan de normale sleutelprikkel. Tinbergen wist kunstmatig supranormale sleutelprikkels te maken. Er bleken ook natuurlijke supranormale prikkels te bestaan, zoals de grote open bek en de rode keel van een jonge koekoek. Deze jonge vogel geeft een sleutelprikkel af die de pleegouders aanzet voedsel aan te slepen. Waarschijnlijk is de rode keelholte een voorbeeld van een supranormale prikkel uit de natuur.